staat op de driving range van de Emirates Golf Club. De Dubai Desert Classic gaat hier over 2 dagen beginnen. Daar staat hij, Joost Luiten. Er komen bij golf.nl, Joost, heel veel vragen en opmerkingen binnen over jou. Een van de dingen die we vaak voorbij hebben zien komen is warming up. Hoe doet Joost dat? Hoeveel tijd gebruikt hij daarvoor? Welke club slaat hij, et cetera? Ja, dus dat willen we graag even met jou bespreken. Het is zeker een interessant onderwerp. Ik zie heel veel mensen die gaan spelen, die komen uit de auto, die lopen naar de eerste tee en dan vinden ze het gek dat ze niet lekker spelen. Ja, dat is logisch. Je lichaam moet wennen aan de snelheid. En zeker als je net van het kantoor bent en komt en je hebt de hele dag gezeten en je gaat in één keer vol die driver op hol 1 proberen te slaan. Ja, dat is niet ideaal. Waarschijnlijk geen goede uitkomst, maar ook niet goed voor je lichaam. Nou, mijn warming-up hangt heel erg af van speel ik vroeg of speel ik laat. Als ik laat speel, nou, dan heb je meestal een starttijd tussen 12 en 2. Dan begint mijn warming-up eigenlijk al 's ochtends rond 1 uur of 9. Dan ga ik naar de sportschool in het hotel, ga ik daar fietsen. Dan ga ik al mijn lichaam losgooien, opwarmen. Doe ik wat rek- en strek oefeningen. Doe ik heel licht wat krachtoefeningen om het lichaam al even de eerste prikkel te geven. En als je nou een starttijd hebt van 7:30, ja, wil je gewoon uitslapen? Dan doe je dus korter. Dan doe ik dat dus niet. Dan sla ik dat gedeelte over. Dan word je in principe wakker. Nou, als ik om 7:30 moet starten, dan begint mijn warming-up ongeveer om 5:30. Ongeveer 2 uur van tevoren, 1:50. Dan ga ik naar de fysio. Daarvoor heb ik al gegeten, ontbeten. Vaak rol ik al wat in mijn kamer. Ik heb een foamroller. Dus 's ochtends als ik wakker word, dan ga ik gelijk even rollen om mijn spieren eigenlijk zelf al een beetje te masseren. Dan ga ik naar de fysio om 1:50 voor mijn starttijd. En dan hebben we 50 minuten waarin we eigenlijk een stukje krachttraining doen, een stukje blessurebehandeling of als je ergens lichte last hebt, dat die wat extra aandacht krijgt. En we pakken gewoon het hele lichaam even mee in een massage. Nou, als we dat gedaan hebben, doen we wat activatieoefeningen met elastieke, hele lichte gewichtjes om de lichaam weer te leren belasten. En dan ongeveer 1 uur voor mijn starttijd, dan ga ik naar de driving range. Jij gaat eerst ballen slaan? Ik sta eerst meestal 1 minuut of 10 putten. Dan kom ik hier ballen slaan. En dan ga ik, voordat ik weer naar de eerste tee sta, sla ik nog wat puts. En dan loop ik naar de eerste tee. Maar 1 uur van tevoren begin ik dus eigenlijk met ballen slaan. En als ik ballen ga slaan, dan is dat niet gelijk de driver uit de tas trekken. Dan zal ik eerst met een lobwedge beginnen. Ja. Heel laag in belasting. Leer het lichaam gewoon lekker los te draaien. En bouw dat dan weer stapsgewijs op. Ja, dat wilden we graag weten. Hoe doe jij dat? Sla jij met alle clubs een aantal ballen? Of sla je even clubs of oneven clubs? Of ga je meer gewoon op het gevoel van de dag? Ja, bij mij is het meer gevoel van de dag. Ik ben niet oneven of even clubs. Ik weet dat jongens dat soms doen. Ik begin eigenlijk gewoon met mijn lobwedge. En ik begin gewoon met pitches van 30, 40 meter. Om gewoon het lichaam op te warmen. Dus ook een beetje gelijk het gevoel te krijgen van de omstandigheden. Dus kijk naar, als het 's ochtends koud is, vliegt de bal wat minder ver. Is het gras nog nat, wat doet dat met de balvlucht? Nou, dat zijn allemaal invloeden. De wind, hoeveel doet de wind? Hoe staat de wind vandaag en hoe gaat die spelen op de baan? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar wij mee bezig zijn. Als de wind tegen is en ik moet bijvoorbeeld op de eerste tee een windschot tegen de wind inslaan, dan zal dat mijn laatste schot zijn die ik in de warming-up doe. Want dan denk ik, ja, dat zijn van die kleine voordeeltjes die je dan misschien kan pakken. En dan ben je al mentaal wat meer voorbereid op het eerste tee-schot. Ja, we doen even ook of je de warming-up aan het doen bent, hè, Joost. Dus je moet af en toe ook een bal slaan. Je hebt je wedges, ga je mee beginnen. Ja, dus sla je dan, je hebt 4 wedges in je tas. Sla je ze alle 4? Of ja, ik werk eigenlijk gewoon elke club door de tas. Dus ik begin met mijn lobwedge. Ik sla een paar pitches. Nou, en dan ga ik steeds wat verder. Totdat hij in een full swing zit en dan ga ik naar mijn sandwich. En zo bouw ik het eigenlijk langzaam op. Kijk. Dus je gebruikt alle clubs? Ja, ik gebruik alle clubs. Ik sla ongeveer misschien 3, 4, 5 ballen per club. Ja. Ik vind het fijn om geen vast aantal te hebben, want ik wil eindigen met een goede bal. Ja. Dus als ik die laatste bal kut sla, ja, dan pak ik er nog één bij, want dan zit die nog in mijn hoofd. Dus die wil ik eruit hebben, pak ik een nieuwe bal. En dan sla ik er nog één. Is die slecht, sla ik er nog één. Ja. Nou, dat betekent niet dat ik er 100 sla. Als ze allemaal slecht zijn. Maar wel met het gevoel van, oké, die laatste, die was lekker. En dan ga ik naar de volgende club. Ik geef je het ijzer 8, Joost. Ja. En hey, de swing is hetzelfde. Of ik nou een volle lobwedge sla of een ijzer 8 of een ijzer 4. De swing is hetzelfde. Alleen, waarom bouw ik het op met club? Omdat de swingsnelheid wel omhoog gaat. Omdat de club langer wordt, ga je meer snelheid creëren.
Wat natuurlijk ook weer meer stress geeft op het lichaam. En daarom is het belangrijk dat je dat langzaam opbouwt, zodat je je lichaam niet overbelast. Je moet zien, als je auto start, ga je ook niet gelijk 300 rijden. Die moet je even warm draaien. En als die eenmaal warm is en die olie is gesmeerd, ja, dan kan je hem intrappen. Ja, dat is met je lichaam precies zo. Wil je die ijzer achtslaan? Ja, zeker. Dan denk ik dat we een piepje gaan horen. Ja, hier de trackman staat aan. Nou, ijzer 8, die sla ik normaal 150 meter. Nou, perfect. Op het doel, op de 150. En nou ga ik kijken, klopt het met die 150 meter die ik in mijn hoofd heb? Ben jij bezig met afstanden tijdens je warming-up? Ja, zeker. Omdat de afstanden en de condities dus variëren. Als ik 's ochtends speel, is het kouder, gaat de bal minder ver. Als het heel heet is, gaat de bal verder. Als je op hoogte speelt, gaat de bal ook weer verder. Speel je op zeeniveau, gaat het wat langzamer. Is het gras nat, gaat je bal minder ver. Ja. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen over hoe ver gaat je bal vliegen. Ik weet Tom Watson, hè, vijfvoudig winnaar van The Open, die zei ja, tijdens een warming-up ben ik eigenlijk niet echt met doelen bezig, maar vooral gewoon echt ontspannen, lichaam loskrijgen. Ja. Ben jij echt met doelen bezig? Ik ben een beetje met beide. Dus ik wil eerst mijn lichaam los hebben. Als die los is, dan doe ik wat targets. Maar dat is meer voor mij, zodat ik ook in die focus kom die ik op de baan wil hebben. Ja. En hoe dichter ik bij dat wedstrijdgevoel kan komen, hoe effectiever die training is. Dus ik doe wel een beetje van beide. Maar nogmaals, wat voor mij werkt, hoeft voor een ander niet te werken. Maar het belangrijkste van een warming-up is wel dat je lichaam klaar is om de belasting te gaan leveren die moet leveren. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten, wat er toch in een golfswing voor stress op je lichaam komt. Ja, dus jij bent een minuut of 10 normaal gesproken op de putting green. Ja. Dan ben je een half uurtje. Half uurtje sta ik ongeveer hier, ballen slaan. Short game? Dan ga ik naar de short game, of dat doe ik op de putting green soms. Sla ik nog een paar puts, ga ik naar de wc en dan loop ik naar de eerste tee. Ja, en dan wil je wel dat je goed geëindigd bent. Ja, met een driver, hè? Ja. Ja. Dus dat gaan we wel even wat doen. Wat ik altijd doe is, ik sla een driver. Zoals ik hem op de eerste tee sla, als dat een driver is. Daar gaan we nu even vanuit dat een driverhol is. Eigenlijk is dit automatisme dat ik al van achter de bal kijk van oké, welk schot wil ik slaan? Ik wil een klein veetje slaan. En dan kijken of we die kunnen slaan en met een goed gevoel naar die eerste tee kunnen lopen. Nou, redelijk perfect zou ik zeggen. Naar de tee. Naar de tee. Ja. Hetzelfde doen daar. Ja. Hey, leuk. Dankjewel. Ik heb niet de illusie dat amateurs zoals ik echt heel lange warming-up gaan doen. Maar wel heel leerzaam en sowieso slim. Maar, ook al doe je maar, stel dat je 10 minuten hebt. Precies, wat raad jij dan al is aan? Het maar 10 minuten. Elke vorm van opwarmen van je lichaam is meegenomen. Help blessures te voorkomen en zorg dat je beter op de eerste tee tevoorschijn kan komen. Dus als het kan en je hebt de tijd, zorg dat je wat ballen inslaat. Naar de tee. Kom.